Ik vond het heel jammer, maar het feest mocht niet doorgaan. De hertog zou zelf wel bepalen als hij het tijd vond voor een feest. Er gingen een paar weken voorbij, maar toen ik op een avond in bed lag, hoorde ik onderweer mensen praten. Kom jongen, naar bed. Het is al laat genoeg. In mijn bed was ik me de hele tijd af aan het vragen waar het gesprek over ging. En zo viel ik weer in een diepe slaap. Die avond, zo er later bekend, werd er besloten om het feest in het geheim in de bossen toch door te laten gaan. Die avond waren ze met z'n zessen bij ons thuis geweest. En deze zes zouden tegen niemand nog iets zeggen over het feest. Toen de datum van het feest dichterbij kwam, werden er mensen uit Wansum gevraagd of ze het feest mee wilden vieren. En op een gegeven moment was bijna iedereen gevraagd. Wel werd er gezegd dat ze het feest stil moesten houden. Ik heb mijn vader een keer tegen mijn moeder horen zeggen dat hij hoopte dat er niemand achter kwam. Hij was bang dat hij in de gevangenis zou belanden. Maar iedereen in Wansum was blij. Vervast de feest zou toch doorgaan. De avond voordat het feest begon, kwam iedereen drank en lekkernijen brengen. Na een tijdje stond alles klaar en het feest kon beginnen. Ja, hey, die door. Die gaan we het volgen. Hey, Judas. Waar is hij erin? Wat is het hier rustig? Hey, kom eens hier, jij. Kom hier. Waar is hij? Waar is hij erin? Hé, vertel op. Ik weet het niet. Waar is het hier rustig? Kom op. Wat moeten jullie? Wat moeten wij? Waar is hij erin? Ja, oké. Er is een vies bezig aan de rand van de bus. Zie je wel? Ik aan wist het. We wisten het wel. Aan de rand van het bos? Laat los! Laat los! We wisten het wel. Het is iets. Als je geen versterking moet halen, kan ik vast aan de rand van het bos. Dat is goed. We zien u zo.
Ze zaten mij onder druk. Ze zaten mij onder druk. Ik kon er niks aan doen. Ze zaten mij onder druk. Oh, ik heb het verpest. Ze zaten mij onder druk. De grootste verrassing kwam nog voor mijn vader, maar ook voor mij. Omdat iemand het feest moest leiden en eigenlijk de taken van de hertog tijdelijk over moest nemen, werd er door 3 mannen die ook bij ons thuis waren geweest, iemand uitgekozen. Ja, precies zoals bij jullie de prins nu. Omdat mijn vader het lef had gehad om naar de hertog toe te gaan en om te vragen of er een feest georganiseerd mocht worden, werd hij gekozen. Als ik daar nu over nadenk, was hij eigenlijk de allereerste prins van Wansum. En ik vond dat geweldig. Beste inwoners van Wansum! Welkom op dit geweldige geheime feest. Zoals dat werkt, zoals jullie weten, hebben we 3 jaar geleden voor de eerste keer een feest gehad door onze eigen graaf. En onze graaf had het verboden om verder te feesten. Maar wij Wansmas, wij willen dat niet, of wel? Nee! Dat bedoel ik, wij hebben besloten met 7 mensen om ervoor te gaan om een geheim feest te halen. En bij een geheim feest, de huurt de prins. Prins Gerardius van Hoepenstein! Prins Gerardius van Hoepenstein! Ja. O vrouwke erbij en onze zoon! Prinses Nicole van Hoepenstein! En onze Rafinius! Hey. Jazeker! Hier staan ze dan! In de maat! De mantel! Die huurt bij de eerste prins van het Wansumse Rijk! Prins Gerardius! Het is een oude mantel. Ja, de nooit gedragen is. Maar nou om de schouders van Gerardius van Hoepenstein. Geweldig, geweldig, geweldig. Of niet dan? Een oude scepter uit het verse hout gesneden. Dat is een mooie. Wansumers, volk. Van het leven! Hier is je dan, Gerardius van Hoepenstein de eerste! Het was een geweldig feest, totdat het bruut werd verstoord.